Ons politieke commitment in ons verkiezingsprogramma, doorgerekend en wel door het Centraal Planbureau, aan de 2% is helder. Ik heb u als antwoord gegeven, laten we de discussie over dat wetsvoorstel eens kijken of we een formule kunnen vinden die vergelijkbaar is met wat we in het Groei- en Stabiliteitspact hebben gedaan. Dat is een zwaar commitment, maar geen juridische verplichting. Dat is de lijn die ik zou willen inzetten, maar laten we dat debat voeren. Wat ik met u deel, is de noodzaak om niet alleen vast te houden aan de 2%, maar ook onze samenleving voor te bereiden op de mogelijkheid dat we zelfs voorbij de 2% zullen moeten gaan. Voorzitter, tot slot. Ja, ik vind dat heel erg teleurstellend. Want zware commitment, het zijn mooie woorden, maar daar kopen we het eigenlijk helemaal niks van. Het was namelijk ook de zware commitment die huidig premier Rutte had in 2014 toen hij de handtekening zette onder het verdrag in Wales. En dat we hebben gezien hoe zwaar dat was. Uiteindelijk is die wettelijke verplichting wel nodig. Dus nogmaals het appel op collega Timmermans. Hele mooie woorden, maar ook daden. En de eerste daad wat ons betreft is die 2% NAVO-norm wettelijk vastleggen als bodem. En ik ben het helemaal eens, de rest moeten we ook aanpakken. Dat kan parallel. Maar laten we het niet alleen bij mooie woorden houden en bij commitment. Laten we het nu ook gewoon regelen en onze verantwoording nemen. Ik heb u gezegd hoe ik denk dat we het goed kunnen regelen. Daar hebben we andere voorbeelden van, zoals in het Groei- en Stabiliteitspact. Op die basis wil ik die discussie met u wel aangaan. Maar u krijgt van mij vandaag niet het commitment dat we onze handtekening zullen zetten onder het volledig wettelijk vastleggen van die 2%-norm. Ja, voorzitter. 2%. Ik spreek uw fractie er elke keer op aan waarom dat er niet voor getekend wordt. U zegt, voor mij is dat niet noodzakelijk. Ik kan u één ding vertellen. Voor alle partijen, of dat nou partijen zijn die daadwerkelijk F-35's verkopen, of dat partijen zijn die cybertools ontwikkelen, is dat namelijk wel belangrijk. Die hebben wel dat langdurig commitment nodig. Dus ik snap dat u zegt in uw fractie dat die 2% niet noodzakelijk is, maar ik ben wel benieuwd hoe u kijkt naar het opbouwen van een defensieindustrie en alle behoeftes die we hebben om dat langdurig commitment af te geven of dat wel met elkaar ruimt, voorzitter. Nogmaals, ons commitment aan de 2% staat. Het staat in ons verkiezingsprogramma, hebben we doorgerekend. Daar staan we pal achter. Ik vind het alleen niet nodig om die wettelijk vast te leggen. Dat hebben we ook met andere harde commitments, ik noemde het Groei- en Stabiliteitspact, ook niet gedaan. Dus ik vind die parallel heel duidelijk. Dat hebben we bijvoorbeeld ook nooit gedaan met andere commitments die we aangaan. Onze handtekening staat onder de 2%. Ik zeg erbij, het zou zelfs meer kunnen zijn in de toekomst als de dreiging zo doorgaat. En weet u waar je de defensieindustrie zekerheid mee biedt? Door niet met je rug naar de Europese Unie te gaan staan. Door een Europese industriepolitiek te durven voeren op de lange termijn. Door te kiezen voor Europese samenwerking op de ontwikkeling van de defensieindustrie. Door ook in je aanschafbeleid toch ook te kijken naar hoe je die Europese defensieindustrie kunt stimuleren en lange termijn zekerheid kunt bieden. Dat zijn de dingen die we in de komende jaren zullen moeten doen. En daar hebben we de Europese Unie keihard bij nodig en dan helpt het niet om met je rug naar de Europese Unie te gaan staan. Ja, voorzitter, het debat over de staat van de Unie hebben we 2 weken teruggevoerd, dus daar wil ik het nu niet over hebben. Wat ik het wel over wil hebben is dat al die bedrijven die daadwerkelijk in die industrie zitten, die straks moeten gaan leveren en al die plannen die we met het Defensieprojectoverzicht hebben staan, die zeggen allemaal, luister Nederland, wat wij nodig hebben is langetermijn commitment. Dus ik begrijp gewoon nog steeds niet waarom dat hij niet geluisterd naar het geluid van al die defensiebedrijven die nu heel veel orders krijgen en waarom dat hij niet bereid bent om dat commitment, dat politieke signaal, dat kan uw partij geven, dat politiek signaal vandaag af te geven dat u daadwerkelijk die handentekening onder die 2% zet. Ja, u haalt nu 2 dingen door elkaar, een politiek signaal en een juridisch commitment. Het politieke signaal vanuit GroenLinks Partij van de Arbeid is glashelder. Het is zelfs anders dan bij uw partij ook doorgerekend tot Centraal Planbureau. Dus we leveren het geld er ook bij. En dat zullen we ook blijven doen. Daar kunt u ons op afrekenen. Maar de defensieindustrie heeft naar mijn oordeel geen behoefte aan een juridisch commitment hierop. De defensieindustrie is slim genoeg. En ik zie dat overal gebeuren in de Europese Unie, overigens in de hele wereld. Ze weten donders goed dat we in een nieuwe veiligheidssituatie zitten en dat er heel veel geïnvesteerd zal worden. Belangrijk is dat we een level playing field met andere grote defensieindustrieproducenten creëren. En daarvoor is die Europese samenwerking essentieel. Niet een wettelijk vastleggen van de 2%. Voorzitter, als Nederland wordt aangevallen door een ander land, zullen wij nooit en te nimmer opgeven. Alle meldingen dat het verzet dient te staken, zijn onwaar. Vrij vertaald staat dit verankerd in de weerbaarheidsbrochure die elke Zweedse burger thuis krijgt. Het is de complete omarming van het totaal verdedigingsconcept. Een aanpak van de weerbaarheid die ook in Nederland nodig zal zijn.
Goed dat wij vandaag ook daarom over weerbaarheid spreken. Wel was ik wel verbaasd dat de heer Timmermans dit debat aanvroeg, omdat ik hem nooit in de Defensiecommissie heb gezien, waar namelijk het echte handwerk op dit onderwerp gebeurt. Want als er een motie wordt ingediend over een Rijksnooddienst, stemt GroenLinks Partij van de Arbeid tegen. Als het gaat om een Nederlandse defensieindustrie, houdt GroenLinks Partij van de Arbeid de hand op de knip. Als het gaat om het exporteren van wapens, pleit GroenLinks Partij van de Arbeid voor exportwetgeving die dit onmogelijk maakt. Als het gaat om Iran, voert GroenLinks Partij van de Arbeid politiek die Irans minions uit de wind houdt. Als het gaat om een missie in de Rode Zee, staat GroenLinks Partij van de Arbeid hier te pleiten voor het kleinst mogelijke mandaat voor de Tromp en de Karel Doorman. Als het gaat over hoogwaardige onderzeeërs bouwen, staat GroenLinks Partij van de Arbeid vooraan om dit door het buitenland te doen. En als het gaat over het veiligstellen van voedselzekerheid, loopt GroenLinks Partij van de Arbeid voorop om die voedselproductie naar het buitenland te verplaatsen. Nou, voorzitter, waarom dit punt? Omdat deze instelling wel exemplarisch is voor de Tweede Kamer, die wel de juiste woorden zegt, maar daar geen consequenties aan verbindt. Politici met grote woorden spreken over het verdedigen van de democratie, van Oekraïne en onze veiligheid, maar daar geen harde keuzes in durven maken. De Amerikanen zouden zeggen, hij talks the talk, but he doesn't walk the walk. En we kunnen wel blijven zeuren over al die engheids in het buitenland. Maar laten we gewoon aan de slag gaan, maar waar we wel over gaan. Onze eigen bevolking weerbaar maken. En voorzitter, het hoofdlijnenakkoord durft wel te kiezen. Maatschappelijke weerbaarheid wordt een essentieel onderdeel. De overheid zal voorlichten en communiceren. Overheid, burger en bedrijven zullen hun verantwoordelijkheid moeten nemen. En voorzitter, BBB wil snel een Rijksnooddienst instellen, naar voorbeeld van de Zweedse MSB. Deze moeten de verloren taken van het Korps Mobiele Kolonnes en Dienst Burgerbescherming Bevolking oppakken. De taken en budgetten die nu gefragmenteerd worden uitgevoerd over de ministeries, JNV, Binnenlandse Zaken en Defensie, kunnen hierin gebundeld worden. En voorzitter, hiermee wordt duidelijkheid geschept en verantwoordelijkheid genomen. Nou, voorzitter, als laatst heb ik een praktisch voorstel. Om burgers te helpen om weerbaarder te worden, zullen ze een aantal handvatten nodig hebben. En wat mijn fractie betreft, moet daarom elk huishouden in Nederland een basisoverlevingspakket ontvangen. Ik heb er eentje meegenomen uit Sacramento in de Verenigde Staten voor de minister van Defensie. En wat zit erin? Een kaartje van de lokale omgeving die ook als medische doek kan gebruiken. Een zaklamp, een fles met filterwater, envelop met wat noodcash, ook altijd handig. Zonnebrand. En hoe andere vernuftige objecten die huishoudens beter kunnen voorbereiden op een ramp. En ik vraag me af hoe de minister naar kijkt als een signaal, als een oproep naar onze samenleving. En wat zouden de kosten dan zijn om zoiets te versturen in elk huishouden? En de vraag is of dan het kabinet bereid zou zijn om eens te kijken of een lokale pilot te doen is. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. We hebben het in ontvangst genomen en overhandigd aan de minister van Defensie. Maar de vier bewindspersonen hebben meegedeeld het te gaan delen. Ik ben benieuwd naar de gevolgen.